Nou, goeiedag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe vlog van de Euroband. We zijn in Noordwijk. Het zonnetje schijnt. Dus dat is een goed begin. En we hebben vandaag onze seizoensopening van de Euroband. Dus, jazeker, wordt een mooi topdraafje. We hebben keihard gewerkt naar deze, in de afgelopen periode naar dit optreden toe. Absoluut. Veel nieuwe mensen. Nieuwe show, nou niet nieuwe show, een hernieuwde show, nieuwe mensen erin, nieuwe pasjes erin en we gaan nu vanavond echt de punten op de i zetten, we gaan echt even lekker knallen. Het moet echt iets tofs gaan worden. Jazeker. We hebben er echt fantastisch veel zin in en de rest in de nieuwe ook, nieuwe mensen. We gaan geloof ik met 8 of 9 nieuwe mensen de straat op, dus eigenlijk allemaal heel positief. Dus kom maar op met de optredens. We hebben er lekker veel zin in. Of je even een appje naar Marco speelt. Dat is twee zoenen. Oh, dat is lekker. Ik heb een beetje een hoogtje. Nederlands. Zie je het zitten? Heb je er zin in? Oh, je bent gewoon aan het filmen? Ik ben gewoon aan het filmen. Jij gaat vandaag voor het eerst heen. Nou, niet te gek, hè? Te gek, heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ik heb vol vertrouwen in. Ik en jou. Ik wens je echt onwijs, onwijs veel succes. Dat klopt, ga je volgen. Ja, top, hè? Op de voet, hè? Goed. Nou, ik probeer hier Sylvana te vloggen, maar Sylvana loopt... Ah, Sylvana! Hallo. Sylvana gaat vandaag ook voor het eerst mee. Heb je er zin in? Ja, zeker. Ah, goed komen, hè? Ja. Wat speel je? Trompet. Trompet? Ja. Nou, dan mag je mij volgen deze dag. Ja, dan gaat het helemaal goed komen. We gaan er echt wat leuks maken. Succes, meid. Zet hem op, dank hè? Dank je. Super blij met het tenor in het geheel en de inzet die je brengt. Ik weet zeker dat het je vanavond gaat lukken en ik hoop echt dat je heel veel plezier hebt bij ons in het orkest. Kijk eens, alsjeblieft. Nou, de volgende Nicole. Nou, Nicole, we zijn natuurlijk ook super blij met jou. De eerste alt, je doet er onwijs veel voor. Je bent een flinke strever ook in het geheel, daar houden wij van. En ik hoop dat je het los kunt laten en dat je vanavond ook nog een klein beetje kan genieten. Oh, jawel. En daarom, en ga vooral genieten in dit mooie orkest. Yes? Ja, komt er voor jou ook heen? Nou, dat komt natuurlijk nog vanavond. Applaus. Ja, dat mag ook. Volgende, weer een prachtige sax voor onze saxlijn. Ik mag Marie zeggen, maar dat is allemaal jouw lijn nu, zeg maar. Voor jou eigenlijk hetzelfde, je inzet, wat je toont bij onze club, daar houden wij van. En ik hoop dat de onzekerheid vertrekt, dat is helemaal niet nodig. En dat je met trots ertussen loopt en dat je zegt, nou, dat heb ik hem even geflikt vanavond. Mag je best een keer zeggen. Want je bent heel streng voor jezelf. Maar nu... Maar dan wil ik heel graag horen. Ik hoop dat. Yes? Ik weet niet waar... Daar komt ie. Ja. Nou, de volgende is onze Sylvain. Je bent altijd lekker stil. Je bent onopvallend en je doet je ding. Dus, oh ja, ze is er. En je fixt het gewoon allemaal. En dat vinden we super knap. En voor jou eigenlijk hetzelfde. Laat het los. Laat je ding zien. En wat je kan. En vooral genieten in die club. Voor jou is het ook een Volgende, Ronald. Ronald, wij kennen elkaar al heel lang. Toen waren we nog heel jong. Hè? En ik heb je altijd gevolgd en, bij je club en spelen. Dat kan je als de beste. En voor jou is de leukste uitdaging, vind ik echt, om dit te gaan laten zien. Dat je in een strakke marching band, dat je dit voor elkaar krijgt. En de buitenwereld verwacht dit niet. En ik weet zeker, ik heb er zo met je over gehad. Die gaan versteld staan wat jij daaruit gaat pompen. En vooral, nogmaals, onwijs welkom in onze mooie club. En vooral genieten. Dat vinden we het allerbelangrijkste. Dat komt zeker goed. En, daar hoort natuurlijk ook een petje bij. Nou, dat kan je al.
klopt. Ja. Nou, de laatste die we hebben, ja, ik doe dit heel graag hoor. Van mij op het komen er nog tig waar ik een praatje kan houden. Ja, dat is nog wel. Yes. Ramon die had een hele fikse uitdaging bij het slagwerk. Maar wat jij hier gedaan hebt aan repeteren om hierbij te komen is echt bizar. We hebben echt, denk ik, allemaal respect voor. De Tambo groep weet dat. Instructeurs die dat in mijn oor fluisteren. Echt bizar, jongen. En nu gaat het gewoon gebeuren. En ook hetzelfde als met de rest. Geniet ervan. Wees trots dat je erbij hoort. En vanaf nu een echte Euroband. Ja. Hey! 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 Dankjewel. Ja, kom goed. Noordwijk 2019. Drie korpsen gaan vanavond voor u optreden. De eerste heeft u al gehoord. Dat was natuurlijk de Euroband Rotterdam. Straks hoort u nog voor Adriaan uit Voorburg. En als laatste gaat Excelsior Delft voor u optreden.
altijd. Hey Wil, hoe ging het? Ja, prima. Volgens mij ging het best lekker zo vandaag voor het eerst, hè? Heel goed. Geen foute bewegingen gezien. Nou, weet je. Voor de eerste keer. Voor de eerste keer met een hoop nieuwe, weet je. En het ging lekker. Zes nieuwe mensen. Het is jammer dat het weer niet helemaal mee zat. Maar goede start van het begin. Goede start van het nieuwe seizoen. Ja, ik ben echt wel trots op ons clubpie. We hebben een goede prestatie neergezet. En de nieuwe mensen vielen gewoon totaal niet op. Deden gewoon wat ze moesten doen, wat ze geleerd hebben. Ja, absoluut. Een mooie club zo. En dan het taptoesignaal, dat was echt grandioos. Dankjewel. Dat was echt heel netjes. Ik heb echt mijn best gedaan, hè? Ja. Ja. Dus, en mensen, weet je, op dinsdagavond repeteren we. Rotterdam Charlo's. Krabbedijkenstraat om 19:30. Op 20:00 bent u altijd welkom. Bakje koffie staat klaar. Of wat anders. En u kan altijd lid worden van deze fantastische vereniging. Nou, vanavond eindigen we met Anneloes. En hallo. Met Jeremy en Andy. Wij die uithangen weet ik werkelijk waar niet. Nee. Was een bier in de bus? Ja, en wijn. Een bier en wijn in de bus. Dus ik denk dat ze daar nog zitten. Ja. Maar ik denk dat we een geslaagde avond hebben gehad. Absoluut. Vanavond. Ja. Het was een mooie tap toe. Ja. We gaan hierop vooruit beduren. En het ging lekker. Nieuwe mensen erbij. Mooi muzikaal. Het was jammer dat het een beetje koud was. Ja, absoluut. Bleh. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. We gaan een mooi seizoen beginnen. En met de Pasen mogen we weer lekker weer oppakken. En ik hoop jullie volgende keer weer kijken. Bedankt in ieder geval. En tot de volgende keer. We gaan lekker knallen. Doei. Doei.